Afgelopen zondag is het officieel in gebruik genomen, het gans opnieuw ingerichte busstation in Remuin. Het regionale knooppunt heeft een belangrijke functie in de regio Midden-Limburg. Na een flinke opknapbeurt is het busstation sinds zondag weer in gebruik. Helemaal afgerond zijn de werkzaamheden aan het busstation nog niet, weet wethaaier Rens Evers van Remuin. Nee, het is nog niet helemaal klaar. Er moeten nog een paar dingetjes moeten gebeuren. Je kunt het ook achter me wel zien. Een gedeelte van de fietsenstalling moet nog gemaakt worden. Dat is dan de onbewaakte fietsenstalling. Dat wordt ongeveer omstreeks 11 september, medio september wordt dat gedaan. Maar er moeten ook nog een paar afvalbakken geplaatst worden. Nog een zitbankje bij de perrons, wat straatwerk, wat restpuntjes, verlichting. Dus er zijn nog wel een paar dingen die gebeuren moeten. Nou, eigenlijk het gros van die zaken die ik net opnoemde, die worden medio september allemaal klaargemaakt. En eigenlijk alleen het groen en de beplanting, dat duurt wat langer. Omdat het nu nog te warm is om zaken te doen. Alhoewel, vandaag valt het dan maar weer mee. Maar oktober, november, dat is doorgaans de juiste periode om beplanting ook aan te kunnen brengen. Ja, het is een heel belangrijke fase in het project. En dat hebben we nu gedaan omdat het toch nu vanaf deze week echt wel een heel stuk drukker gaat worden in het openbaar vervoer. Dus dat is wel een belangrijke reden geweest om het nu open te gooien, ondanks dat het nog niet helemaal klaar is. Zodat mensen toch op een veilige manier straks ook een gebruik kunnen gaan maken van het openbaar vervoer. Dus dat is één. En twee, het is inderdaad een belangrijke fase, want we zitten hier bij de stationsomgeving en het busstation. Dat is één van die fases van dat hele project. Een ander deel van dat fase is eigenlijk het gebouw wat we hier achter me zien, Godswillersingel nummer 10. Daarmee zouden we ook graag in de toekomst een andere invulling willen geven. Dat is een pakket met een aantal andere onderdelen nog die het totaal van die stationsomgeving maken. Ja, het heeft natuurlijk een heel belangrijke functie in onze regio, want als we kijken naar Roermond, dan is dat is eigenlijk wel een regionaal mobiliteitsknooppunt. Dus ook voor de omliggende dorpen. Dus dat is natuurlijk heel erg belangrijk. We hebben niet alleen maar gekeken naar de mooiheid van het busstation, maar vooral ook heel erg gekeken naar toegankelijkheid. Dus dat het voor iedereen, mensen die minder goed ter been zijn, maar ook mensen die bijvoorbeeld heel slecht kunnen zien, dat die toch op een goede manier gebruik kunnen maken van het busstation. En we hebben het een stuk veiliger gemaakt, dus bijvoorbeeld ook in de avond met verlichting, allemaal dat soort zaken. Dus eigenlijk wordt het gewoon een veel fijnere plek om op elk moment van de dag te kunnen vertoeven. We hopen zelfs dat nog meer mensen met het openbaar vervoer gebruik gaan maken en van en naar Roermond vertrekken. Want dat ontlast natuurlijk ook heel erg onze wegen hier binnen Roermond. Het ontlast ook onze parkeercapaciteit, waarvan je toch van veel mensen hoort dat het vaak erg druk is op de wegen en in de stad om te parkeren. Dus hoe meer mensen met het openbaar vervoer komen, of op de fiets of misschien wel te voet, nou ja, hoe beter dat uiteindelijk is. Als we het hebben over de Godswillersingel nummer 10, daarvan hopen we en werken we nu naartoe om richting het eind van het jaar, begin volgend jaar, om daar een voorstel richting de gemeenteraad neer te leggen. Dus wat zou daar de nieuwe invulling van moeten komen te zijn? En voor de andere onderdelen hebben we ook nog wel ietsje meer tijd nodig. En uiteindelijk is het natuurlijk ook een project van de lange adem, want nou ja, het is een groot project, het is een belangrijk project voor de gemeente Roermond en daarbij is het ook belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan.